Yo Nintendo fans, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Rekka-praat. En in deze Rekka-praat wil ik het met jullie gaan hebben over de potentiële Nintendo Direct voor september 2019. Want we weten eigenlijk allemaal dat die Nintendo Direct er wel aan zit te komen, want dat gebeurt bijna elke september. Nintendo wil ons zijn plannen voor 2019, voor het einde van 2019 laten zien en voor het begin 2020. En ze zijn ons al lekker aan het teasen met allerlei hints en plaatjes die waar kunnen zijn of die niet waar kunnen zijn. We weten het niet, we komen er vanzelf al achter. Winkels van games, webshops lopen ons te teasen, die zijn nieuwe producten aan het toevoegen, zomaar uit het niks. Dit duidt allemaal op een Nintendo Direct die binnenkort plaats gaat vinden. Vind je dit nou een leuk kanaal, doe even dat blauwe duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren en dan gaan we snel beginnen. De geruchten voor een Nintendo Direct in september werden behoorlijk aangewakkerd doordat GameStop 18 nieuwe Switch games op hun website zette. Nou ja, de games stonden er zelf niet op. Het zijn placeholders voor 18 nieuwe Switch games waarvan de titels nog niet bekend zijn. En meestal gebeurde dit soort dingen vlak voor een Direct. Want waarom zou een bedrijf als GameStop dit anders zomaar doen? GameStop pest ons hier niet mee. Dus nogmaals, die Nintendo Direct in september kunnen we echt wel gaan verwachten. De geruchten voor een Nintendo Direct begonnen allemaal door Nintendo of America's Twitter-account. De hele wereld werd gek. Ze plaatsten namelijk de volgende tweet van een Mario die een waterballoen aan het eten was op het strand. En daar stond bij: "No matter where your summer odyssey took you, we hope it was filled with sunshine." Wacht even Nintendo, wat zijn jullie nu aan het doen? Zijn jullie ons nu aan het teasen voor een Super Mario Odyssey 2? Of wil je ons doen geloven dat jullie aan het werk zijn voor Super Mario Sunshine? Een remake of misschien ook wel een deel 2. Nou weten we allemaal hoe Nintendo is. Nintendo is een eigenwijs bedrijf die je niet altijd even serieus moet nemen. En ze vinden het leuk om ons te pesten. En het zou best goed kunnen dat ze ons nu aan het pesten zijn. Dat ze ons als Nintendo liefhebbers gewoon een fijne zomervakantie willen toewensen. Alhoewel de zomervakantie bijna voorbij is. Dus dat is niet zo heel logisch. Of ben je ons nou wel echt iets aan het geven? Dan kan je tegen mij zeggen: "Rick, dit is allemaal gebaseerd op één tweet. Doe even normaal. Waarom besteed je hier aandacht aan? Eén tweet. Eén zwaluw maakt ook geen zomer." Maar er is meer. Want als je Nintendo's Gamescom presentaties hebt gekeken, dan heb je kunnen zien dat ze bij twee verschillende games een Mario voor een fruit neerzetten op hun tafel. Bij de presentatie van The Legend of Zelda Link's Awakening stond er namelijk een Mario geplaatst vlak voor een ananas. Ja, gewoon een echte ananas. En als je dan ging kijken naar hun presentatie over Luigi's Mansion 3, dan stond die Mario opeens voor een meloen. Ik bedoel, waarom? Waarom staat er opeens zomaar een random fruit daar op tafel en waarom zet je precies Mario dan voor dat fruit? Ik weet het niet hoor jongens, maar 1 plus 1 is bij mij nog altijd 2. Ik vind het toch wel heel erg verdacht hoor dit allemaal. Maar goed, we kennen nogmaals Nintendo en soms doen ze dingen gewoon om ons te pesten en uiteindelijk is het helemaal niks. Maar ik hoop echt op Super Mario Sunshine Remake of een deel 2, want dat is echt een verborgen pareltje. Veel mensen hebben de GameCube niet en hebben deze overgeslagen omdat dit dus een GameCube exclusive was. En het wordt wel eens tijd dat al die mensen die nu Nintendo leren kennen of hun liefde voor Nintendo hebben teruggevonden met de Nintendo Switch kennis gaan maken met Super Mario Sunshine. Want het is gewoon echt, echt een hele dikke, vette game. Super Mario Sunshine! Woehoe! En toen was daar opeens iemand bij Amazon en die vond het een goed idee om een officieel door Nintendo gelicenseerd hoesje van Overwatch op hun site te zetten. Ik bedoel, waarom zou je dit doen? Dit is gewoon echt een keiharde fout. En waarom zou Nintendo dit licensen als Overwatch niet eens op de Nintendo Switch bestaat? Het is Link om te zeggen hoor, maar eigenlijk is dit ook wel al bijna confirmed. Overwatch is een van mijn favoriete games voor de PlayStation 4. Ik heb denk ik de meeste tijd gestoken in Destiny 1 en daarna in Overwatch. Ik vind het een fantastische game waarbij het toch steeds terug blijft komen. Ik heb hem nu al een behoorlijk tijdje niet meer gespeeld,
Maar ik moet zeggen, als die dus weer op de Nintendo Switch verschijnt, dan ga ik deze echt keihard spelen in mijn streams op twitch.tv/rickatu. Daar heb ik nu al onwijs veel zin in. Overwatch is een game gemaakt door het bedrijf Blizzard. En dit soort leaks zijn op deze manier al eerder gebeurd. Namelijk voor de Nintendo Direct van september van vorig jaar waren de geruchten over Diablo 3. Het werd aangekondigd in de Nintendo Direct van september en uiteindelijk is de game ook uitgebracht. En ik zie zo'nzelfde scenario nu dus gebeuren met Overwatch. En oh man, als dit gebeurt, ik koop dat hoesje ook. Ik koop dat hoesje ook gewoon. Want Overwatch is gewoon echt heel vet. Wacht even. Ik laat jullie zien hoe groot fan ik ben van Overwatch. Ik heb namelijk voor de PlayStation 4 de Collector's Edition gekocht met dit super toffe statue en een heel gaaf artbook. En ik heb gewoon diverse Overwatch Funko Pops, omdat ik die games en de character enkelvoud, game, niet games. In ieder geval, Overwatch is fantastisch. En als het naar de Nintendo Switch komt, dan ben ik rete enthousiast. De enige vraag die ik heb is, waarom nu? Waarom nu pas? Die game is al best wel lang uit. Waarom is dit niet vorig jaar gebeurd? Komt dat inderdaad doordat toen Diablo is uitgekomen? Of heeft het een andere reden die we niet weten? In ieder geval, Overwatch naar de Switch. Yay! Oké, niet te enthousiast worden, Rick. Nintendo heeft het nog niet officieel bevestigd. Oké, dit waren dus de drie leaks slash teases waardoor iedereen nu denkt dat er in Nintendo Direct aan zit te komen. De leak van GameStop, de leak van Amazon over Overwatch en natuurlijk Nintendo die zelf met die tweet ook nog even een duit in het zakje deed. Dan is er nu ook een leak over twee games van de SNES die in een bundel uit gaan komen voor onder andere de Nintendo Switch. En dat zijn Aladdin en Lion King. En ik ben daar wel enthousiast over die twee games. Vooral Aladdin vind ik echt een fantastische game. Die heb ik vroeger heel veel gespeeld. Lion King vond ik nog best wel moeilijk. Ik begreep die game niet zo goed. Maar ook die wil ik nu best wel graag nog een keer spelen. En ik word best wel enthousiast van dit soort bundels hoor, als ik eerlijk ben. Als ze niet te duur worden, dan ga ik ze echt wel in huis halen. Want Aladdin en Lion King zijn gewoon heel erg tof. Voor 20 of 30 euro zou ik deze bundel zeker kopen. Alleen ik maak me zorgen over één ding. En dat ding is, komt er nu wel een SNES Online Library? Net zoals we die hebben voor de Nintendo, voor de NES. Het is iets waar Nintendo liefhebbers al heel lang om vragen, want we houden van de Super Nintendo. En veel mensen hebben toch net iets meer herinneringen bij de Super Nintendo als bij de Nintendo. Nintendo games zijn leuk, Super Nintendo games zijn net even iets beter. Maar als al die SNES games nu los uitgebracht worden, dan lijkt de kans kleiner dat we dus zo'n SNES Online Library krijgen. Ik bedoel, Aladdin en Lion King gebundeld, dat is nu basically ja, soort van half bevestigd via een leak. En we hebben natuurlijk ook de Collection of Mana, waar ook Secret of Mana voor de SNES ook in zit. Dus als dit nou allemaal zo doorgaat, dan denk ik dat we die SNES Online Library misschien wel op onze buik kunnen schrijven. Natuurlijk kan Nintendo zijn eigen games zoals Super Mario World en The Legend of Zelda Link to the Past zelf uitbrengen in zo'n SNES Library. Maar ik zie het toch wel een klein beetje somber in nu we dit nieuws krijgen van al die SNES games die zelfstandig uit gaan komen voor de Switch. Dan ook nog even wat nieuws voor fans van Mega Man. Er is zojuist een nieuwe Mega Man Collection aangekondigd. En dat is de Mega Man Zero ZX Legacy Collection. Die gaat verschijnen op 21 januari onder andere voor de Nintendo Switch. Dit zijn Mega Man games die voor de Game Boy Advance en voor de Nintendo DS zijn uitgekomen. Dus als jij Mega Man fan bent, dan is dit jouw ding. Gefeliciteerd, weer een nieuwe Mega Man collectie voor de Nintendo Switch. 3, 2, 1, go! En dan zijn jullie misschien nog benieuwd naar het antwoord op de vraag, maar Rick, welke game wil jij dan graag zien in de Nintendo Direct? Ik wil heel graag die Metroid Prime Trilogy voor de Nintendo Switch. En het lijkt me niet zo moeilijk, want die Trilogy is al een keer uitgebracht voor de Wii. Dus hoeven we eigenlijk alleen maar een klein beetje op te poetsen. Alhoewel de controls, daar moet ook wel even naar gekeken worden. Want de controls zijn een beetje outdated voor de Metroid Prime serie. En het lijkt me ook gewoon logisch dat er een Metroid Prime Trilogy uitgebracht wordt voor Metroid Prime 4. Alleen Metroid Prime 4 duurt nog heel erg lang, omdat daar de stekker dus uitgetrokken is. En die game helemaal opnieuw gemaakt gaat worden door een nieuwe studio. Best kans dat die Metroid Prime
Prime Trilogy al lang klaar was. Alleen is dit gewoon nog niet het moment om die trilogie ook echt uit te gaan brengen. Dus ik denk dat we nog eventjes geduld moeten hebben, helaas. En dan ben ik zoals altijd weer benieuwd naar jullie reacties. Wat willen jullie graag zien in een nieuwe Nintendo Direct? Denken jullie dat Super Mario Sunshine gaat komen voor de Nintendo Switch? Denken jullie dat Overwatch gaat komen voor de Nintendo Switch? En gaan jullie die games dan ook spelen? Laat het even weten hieronder in de comments. Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je een Nintendo fan bent. En dan zie ik je bij de volgende video. Of op twitch.tv/Rickachu als je me live wil zien gamen. En dan zeg ik, zoals altijd, mazzel!